Maar bal werd van de lijn gehaald. Mede daarom staat Bruins dit seizoen maar op één treffer. En al speel je dan niet alles, dat blijft heel weinig. Goed paasje van Makai, maar gevlacht. Zo makkelijk, dat had je toch niet verwacht. Makai, Wijnaldum. Stond vrij, maar Makai nog altijd zelf. Landsaat, weer Makai. Wijnaldum. Makai. Cisse. Feyenoord kan doen wat het wil. Wijnaldum vastgehouden door Slijngaard. Wijnaldum en Bruins gaat de bal. Ver. Wijnaldum. Cisse. Op de bank en die heeft bijgetekend. Maar met Mulder wil men ook verder. Ik is eerlijk, doet Sparta er ook wat mee? Nee, want de voorzet is dan weer niet goed. Deze actie van Wijnaldum was ook een rare, maar komt er ook ver mee. Wijnaldum, leuk. Ver. Schovenman. Wijnaldum. En een paar aardige bewegingen. Ver. Door naar Bahia. Opgevangen Cisse. En uit de draai krijgt hij de bal net niet goed mee. Niks aan de hand, zegt Kuipers. En die staat daar inderdaad vlakbij. Dus mag Wijnaldum verder. Die krijgt hem nog uiteindelijk bij de Kler. Wijnaldum. Dat is goed gedaan. Cisse. Cisse en Adelaï. Cisse. Adelaï ligt ertussen. Maar Cisse nog een keer. En dan is het raak. Dan is het raak omdat Cisse overzicht houdt in tweede instantie. De eerste grote kans voor Feyenoord is raak. Het hoofd van Wijnaldum. En dat weet dan heel... Nou, de wereld is wat overdreven, maar u als trouwkijker van Eredivisie Live weet het in ieder geval. Van wie die houdt. Hij nam zelf het initiatief, Wijnaldum. Dat deed hij al eerder in de wedstrijd. Krijgt hij nou geel van Kuipers? Hij houdt toch het shirt aan. Cisse, tegengehouden door Adelaar, maar dan komt de bal nog terug en daar is Wijnaldum helemaal vrij. Dit doet Adelaide niet onaardig, maar dat Wijnaldum doorgelopen nog, nadat hij zelf de paas op Cisse gegeven heeft, zo vrij staat, dat mag Sparta zich aanrekenen. Heeft een wat mindere periode gehad, maar zich daar uitgeknokt. Hofland zoeken naar Wijnaldum. Mooi. Goeie paas, maar lastig zat om aan te nemen. Dat deed Wijnaldum goed. En kan de zaken tamelijk rustig afwachten. En toeslaan wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet. Bruins, Makai. Die ze aan heeft. Die kan er ook wat van. Wijnaldum. Opende de score voor Feyenoord in de eerste helft. Een van de meest actieve. En hij heeft hem nog steeds, hoor. Ja. Krijgt hem hier terug van Landsaat. En vindt dan Schenkelveld niet. Derde bal levert zo in bij Wijnaldum. Blijft vervolgens staan. Wijnaldum. Is dan vriendelijk. En een beetje moe ook waarschijnlijk. Nou, alles wat er aan vooraf ging. Maar kijk eens hoe kinderlijk eenvoudig Denneboom die bal verspeelt. En daar vervolgens dan naar kijkt.